AZ en Pantelis Hatzidiakos zijn een goede match. De Griekse verdediger heeft alweer 100 duels achter zijn naam staan voor de Alkmaarders. En dat is een goede reden om daar even bij stil te staan. Mooie mijlpaal om te bereiken. Bij de club wat je... Ja, ik denk dat ik nu inmiddels ook 10 jaar ben bij AZ. Net, denk een paar dagen geleden, 10 jaar in Nederland, 10 jaar bij AZ. Dus dat is natuurlijk voor mij heel mooi om dan ook die 100 wedstrijden te bereiken. Vanaf eerst dat dacht ik hier kwam, was wel een droom om bij AZ1 te spelen. En dat is me gelukt. En daarna nog eens zonder wedstrijd te spelen, dat is natuurlijk prachtig. Als jonge tiener maakte Hatzidiakos de stap van de Griekenland naar Nederland. Hij wilde zijn voetbaldroom achterna en koos ervoor om in de jeugdopleiding van AZ te spelen. Achteraf was dat een goede keus, maar dat was in het begin niet altijd even makkelijk. Ja, het was natuurlijk gewoon lastig. Je moet je acclimatiseren en de taal leren. En ook vrienden maken. Ik kende helemaal niemand. Je moest natuurlijk nieuwe vrienden. En ik moet zeggen dat ik vanaf dag 1 wel thuis heb gevoeld bij AZ. Ze hebben me echt vanaf dag 1 geholpen met taal leren. En ik voelde me altijd gewoon prettig hier. En en daarna een aantal jaren later, ja, gewoon met voetballen, dat het wat minder ging. Dat je minder in de flow zat en dan moest je weer eroverheen komen. En ja, ik heb dat altijd gedaan. Ik ben altijd wel blijven geloven in mezelf en door blijven vechten. En uiteindelijk heeft het heel mooi uitgepakt. Hatzidiakos! Nu is Hatzidiakos een stabiele en betrouwbare verdediger. Maar zoals hij net ook al aangaf, kende hij in zijn beginperiode bij AZ1 minder goede momenten. Dat leidde dan ook wel eens tot kritiek van de fans. Uiteindelijk, zeg maar, als je eenmaal erin zit, is het natuurlijk niet fijn dat je in zo'n situatie zit. Maar zoals je zegt, heb ik het uiteindelijk overwonnen. En ik denk dat we nu een perfecte band hebben met de fans. Dus ja, dat geeft heel veel vertrouwen voor mij. Van ja, er is een tegenslag, maar die heeft mij niet kapot gemaakt. Ik ben juist sterker van geworden en beter. Waaraan merk je dat jouw band nu met de fans goed is? Waar merk je je waardering? Ja, gewoon als we elkaar tegenkomen. Of zoals ik in Alkmaar ben bij mijn moeder, dan is het toch gewoon goed. En ook gewoon de wedstrijd die we speelden met fans, stond ze achter me en vorig jaar ook. Dus ja, dan zie je dat je de vertrouwen terug hebt gewonnen. En dat doe je met één manier. Dat is gewoon goed voetballen en dat heb ik laten zien. Dat heeft hij zeker laten zien. Nu Hatzidiakos alweer 10 jaar in Nederland woont, heeft hij ook de nodige Nederlandse trekjes overgenomen. Waarin ben je het meeste vernederlandst? Meeste vernederlandst? Ja, ik zou niet weten. Mensen vinden mijn humor niet zo... Niet zo leuk? Niet zo leuk. Ze zeggen dat het echt Hollandse humor is. Maar nee, ik weet niet. Ik meeste van Nederlands. Ja, ik ben gewoon heel leergierig. Ja, ik denk dat het is. Ja, maar is dat typisch Nederlands? Dat je... Heel leergierig bent? Ik denk het wel. Gewoon steeds blijven ontwikkelen. Ik denk dat Nederland zo'n goede land heeft gemaakt. Dat het steeds beter wordt. Steeds ontwikkelen.